Tessa, heb je er zin in? Ja. Je kijkt gelukkig blij, daar zijn we wel heel blij om. Ja. En je hebt ook een artiestennaam. Ja, Sherry. Ja, wat geestig. Waarvan heb je voor Sherry gekozen? Ja, mijn achternaam is Kersten. En als ik de T weg doe, is het Kersten. En in het Engels is dat Sherry. Ik vind het hartstikke leuk. De volgende artiest heet misschien wel Port. Dan hebben we ook nog Sherry. Ik vind het nu wel leuk. Liefie, wat ga je spelen? Sacrifice van Anouk. Zo, dat is nogal wat. Who is the one that made you happy? Is het goed, pa? Geweldig. Goed, geweldig. Hè? Ja. Ik hoor er een beetje emo van. Nou, dat vind ik niet zo gek, hoor. Het is toch je eigen kind, het is toch heerlijk? Ja. Voor het eerst geeft Henk Jan een staande ovatie. En die hoge noot ging ook goed, hè? Ja, geweldig. Geweldig. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Tessa. Jij bent echt heel goed. Dank je wel. Zoals je begeleidt op die hele grote gitaar daar op je benen. Dat doe je hartstikke goed. Prachtig. Dank je. Hoe je de akkoorden pakt met het kleine handje. En je liet je niet van de wijs brengen door dat publiek wat zo... Die dwingt je bijna om een hoempa ervan te maken. Maar je blijft gewoon helemaal je eigen swing houden. En dan ben je echt getalenteerd. Echt mijn complimenten. Ja of nee? Ja. Dus ja. Ja, je bent door naar de volgende ronde. Dank je. De tweede auditiedag begint waanzinnig. En de jury is meteen vrolijk door het grote talent van de kleine Tessa. Kom nog even bij me staan. Jeetje, wat was dat wel niet van die jury, hé? Ja, had ik niet verwacht. En zo'n moeilijk liedje. Wat ik ook elke keer vond, inderdaad, dat Henk Jan al zei. Dat ze op een gegeven moment mee gingen klappen. En dat je toch in de maat bleef, want dat is dan zo moeilijk. Ja. Ja, wij zijn ook sprakeloos. Je vader staat met tranen in zijn ogen, je moeder. Ik weet ook niet meer wat ik zeggen moet. Ik vond je ook heel goed en hartstikke graag tot de volgende keer. Ja.
Dankjewel. Hoi, hoi. Graag gedaan. Doei, doei. Hoi, hoi. Wie kan daar nog aan tippen?